De enige manier om tijdens de renovatie van het stadhuis bij de toren naar boven te gaan, is via een bouwlift die langs de buitenkant van de stadhuistoren loopt. Eenmaal boven is duidelijk te zien dat het zandsteen in de loop der jaren behoorlijk zwart is geworden. Dat schoonmaken zou ongeveer een ton kosten. Hey, daar is nou wel een keuze in gemaakt omdat het best wel prijzig is. En het is helaas zo dat met de luchtvervuiling die we in Nederland hebben, dat kan je dan wel uitvoeren, maar dan is het binnen enkele jaren weer vies. En dan is maar de vraag of die kosten daartegen afwegen. En die afweging is gemaakt en er is besloten om het voorlopig nog niet te reinigen. En dat leidt tot verontwaardiging bij de historische vereniging Oud-Leiden. Ja, dat is heel jammer eigenlijk dat niet gebeurt. Het is natuurlijk een enorme grote renovatie van het stadhuis. De gevel aan de Breestraat ziet er al fantastisch uit. En dan is zo'n toren bovenop het stadhuis is toch een beetje de kers op de taart. En die ziet er niet erg appetijtelijk uit, dus het is jammer dat die niet wordt meegenomen. Verbazing ook bij het CDA en de Leidse gemeenteraad. Ja, we hebben in 2018 het besluit genomen om het stadhuis te renoveren en de toren is een onderdeel van het stadhuis. Dus ja, het zou een beetje gek zijn als we het stadhuis klaar gaan maken voor de toekomst, want dat is natuurlijk het doel geweest van de renovatie en de verbouwing. En dat we dan een deel niet meenemen, dat zou vreemd zijn. Omdat de renovatie van het stadhuis duurder bleek dan gedacht, heeft de raad al twee keer schoorvoetend ingestemd met een verhoging van het bouwbudget. Een verdere overschrijding van de kosten ligt dus politiek gevoelig. We hebben nu ook wel twee keer de toezegging gekregen dat er geen kwartje meer bij hoeft. Als ik nu hoor dat er dingen uitgezonderd zijn die eigenlijk toch hadden moeten gebeuren en dat de budgetten daar ook niet voor beschikbaar zijn, ja, dan hebben we wel een probleem met elkaar. Want dan moet de wethouder wellicht straks opnieuw naar de raad om krediet te vragen. En dan vrees ik onweer.